Van Mark heeft mij op een gegeven moment gevraagd en zei, ja, ik zit met een heel tof idee, mag ik dat schrijven voor u? En ik had iets van, wat? Natuurlijk? Allee, amai, wat een eer zo. En dan zei hij van, ja, en als je het niet goed vindt, dan zeg ik het heel eerlijk en dan stop ik ermee. Zo. Dus ik dacht echt, deze is niet aan het gebeuren, wauw, graaf. Ik las het en ik had wel direct zin om, om mee te spelen. En om alles te filmen. Ja, ik zeg het, we doen ook keiveel toffe dingen erin. Belangrijk voor een goed verhaal is dat u meepakt. En zolang dat mij meepakt, is dat perfect. Mensen denken dat soms dat als ik naar een film aan het kijken ben, dat ik altijd denk van dat kan anders. Bij een goede film niet. Dus als het verhaal u meepakt, dan zijn ze vertrokken. En het is het zit een leuke dialoog, het zit een leuke scènes in. Ik vond het zeer aangenaam om te lezen en ik hoop dat dat ook zich vertaalt in een hele goede film. Ik vind dat alle ingrediënten om een goede markpuntsoep te maken wel aanwezig zijn. Er zit heel veel humor in, heel geestige dialogen, heel menselijke situaties, heel herkenbaar. Maar natuurlijk ook, er zit er eens een geweer in of een geestige vrijscène. Het is zo, alles zit er weer in. Zo. En ja, hij is gewoon zo goed in zijn eigen stijl, die hem natuurlijk zelf gemaakt heeft. En er is maar één markpunt. En dit is weer zo. En ik denk, maar ja, dat is moeilijk of lastig of misschien wel eens gevaarlijk om dat uit te spreken, maar ik denk dat dit wel eens een van zijn betere verhalen zou kunnen zijn. Ik ken de markpunt. Een vriendin van mij was ook was in Australië geweest en daar zenden ze ook matroeskas uit en zo bijvoorbeeld. Dus ik wil heel veel mensen kennen eigenlijk markpunt. Ja, ik vind het een heel aangename regisseur op de set die je gewoon komt heel kort, meestal in één zinnetje, even een duidelijke aanwijzing geeft en dan kun je weer voort. Dat is fijn. Ja, dat zijn altijd zo lullig, want iedereen zegt altijd hetzelfde, maar het is effectief, het is een fijne samenwerking en ik ben heel blij. Ja? Nee. Ik ga niet. Ik vond Matroeskas heel leuk, heel mooi. Dus, en het is eigenlijk ook een hele aangename mens, markpunt. Ja? Ja. 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 Ja, dat klikt direct. Een filmliefhebber, dat voelde. Ik vind het ook wel leuk als mensen extremer, als ze keuzes maken of zo. Want hij heeft wel duidelijk een genre of een stijl. En dat apprecieer ik wel keihard. Ik vind dat ook altijd het leukste qua acteurs en zo. Mensen waar je eigenlijk voor of tegen bent. Niet zo'n soort grijze muis, dat wil toch niemand zijn? Een droge. Maar dat is, ik vind dat helemaal niet. Ik vind dat een hele lieve. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.